Nieuwbakken onderwijsminister Henry Ory heeft wat ruimte nodig om te praten over aspecten in het beleid van voorganger Marie Levens. Hij sprak journalisten gisteren voor zijn eerste ministerraadsvergadering. De bewindsman denkt dat mogelijk wat correcties doorgevoerd moeten worden. Er is één aspect dat snel opgepakt gaat moeten worden. Dat is een discussie over blijven zitters en doorstroming. Dat houdt mijn staf bezig. Ik ga de komende uren, morgen nog deze week, rustig met de mensen praten om goed te kijken naar het probleem. En ik ga niet spreken voor mijn beurt om eerst rustig met de verantwoordelijke mensen een analyse te hebben gemaakt van de situatie, wat het veld denkt. En dan met een goede aanpak komen. Maar van mij kunt u verwachten dat een zekere mate van correcties moeten gaan plaatsvinden die verkeerd gaan of anders worden ervaren. U moet niet onderschatten dat het onderwijsveld van dag tot dag, uur en uur weet wat er gaande is. Het zijn praktijkmensen, hun gevoelens kan je niet negeren. Dus ik zal tijd ook nemen om even daarna te luisteren. En dan met die voorstellen komen en voorstellen wat we overnemen en wat gaan we dus natuurlijk aanpassen. Over de huidige onrust in het onderwijsveld zegt Ory dat hij zal praten met protesterende leerkrachten. Je moet als onderhandelaar immers wat te bieden hebben, meende minister. Die verder vindt dat de leerkrachten het recht hebben om te protesteren. We moeten zorgen dat het schooljaar goed eindigt. En direct de voorbereidingen treffen voor het opstarten van het nieuwe schooljaar. 2023-2024. Je moet zorgen dat leermateriaal, allerlei zaken worden op tijd ingekocht, zodat we een goede start kunnen hebben 1 oktober. Dat is zorg van mij op dit ogenblik. We hebben dus ook achterstallig onderhoud bij een aantal scholen ook, wat betreft toilettengroepen, meubilair. Dat zijn allerlei zaken die onze staf bezighouden om het schooljaar een beetje wat beter te starten. Dus dat zijn zaken die ons raken. Daarnaast lopen op het ministerie enorm veel projecten met natuurlijk buitenlandse donoren, multilateraal, bilateraal. En die projecten moeten verder voeding krijgen. Maar het is een hele bezige ministerie, moet ik zeggen, in veel facetten. Als ik kijk naar die onderwerpen in een paar uren tijd, wauw, dan zeg je van, dat is flink wat werk aan de winkel. De minister geeft ook aan dat het cultuurbeleid een flinke achterstand heeft. Hij gelooft dat met de culturele diversiteit flink wat stappen gemaakt kunnen worden. Als het aan Ory ligt, gaat hij voor een heel ander cultuurbeleid.